Anne, hartelijk welkom bij ons in de winkel voor de presentatie van het mooie nieuwe boek over Doesburg. Doesburg op de kaart. Het is een boek waar de belangrijke Doesburgers in staan. Wat ze waar ze voor staan, maar ook wat ze lekker vinden. En dat is op een hele mooie manier in boekvorm gevat. Met prachtige foto's, leuke teksten. Kortom, een schitterend boek geworden. Ik heb begrepen dat het eerste exemplaar aan de burgemeester wordt overhandigd. En dan zijn we heel stout geweest. We hebben al een hele aantal verkocht. Als niemand het heel erg vindt, gaan we gewoon het 16e exemplaar aan de burgemeester overhandigen. Het is wel niet zo heerlijk. Kees. Dankjewel. Van harte met het nieuwe boek. Ja. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt. Ja. Je hebt er zelf meegeschreven. Ja. Je krijgt een heel ander kijk op mensen in Doesburg, hoe ze het eten beleven, maar ook hoe ze de stad beleven. En dat vind ik juist het leuke in een boek, dat het van verschillende dingen gecombineerd wordt. Nogmaals, bedankt voor het boek. Wij gaan er heel veel van verkopen. Dat hoop ik tenminste. Dat is mooi. En ik wou er ook nog iets over zeggen, want ik heb het boek eerder mogen ontvangen. Willem heeft het mij zaterdag aangereikt vanaf de fiets. Zodat ik daar zondag nader kennis van heb kunnen nemen. En ik zei het net al tegen Willem, ik ben onder de indruk. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de uitgave, want dat is een mooi, degelijk, stevig boek. Maar ik ben ook onder de indruk van de teksten en van de foto's. En de teksten zijn door Willem gemaakt en de foto's door Anne. En dat is met kwaliteit gebeurd en met zorgvuldigheid. Ik vind het hele mooie erin dat je dingen in de stad kan beleven door het lezen van het boek. Niet alleen mijn eigen tekst, die is natuurlijk ook prachtig, en mijn eigen recept, mijn Tante Reina pudding, is een hele mooie bijdrage aan het lekkere deel van het boek. Maar wat iedereen in Doesburg die in het boek voorkomt vertelt, hoe dat verbeeld wordt en wat het meegeeft aan mensen, dat vind ik van grote waarde. En een bijzondere waarde vind ik nog, en dat is mijn passie dit jaar en volgend jaar, is dat het in verband gebracht is met Doesburg 777. Want Doesburg 777 is een spectaculaire herinnering die we collectief als stad, maar zo mogelijk ook met de rest van Nederland zullen ontwikkelen, waar het gaat om de waarden die Doesburg te bieden heeft. 777 jaar geschiedenis toont ook dit boek. Het laat zien op verschillende plekken wat de geschiedenis van deze stad is en hoe waardevol die kan zijn. We hebben afgelopen zaterdag de herdenking gehad van 200 jaar Koninkrijk in heel Nederland. Maar in Doesburg was die heel bijzonder, zaterdagochtend met bijna 100 militairen uit heel Europa. Er waren Russische Kozakken bij, er waren Franse soldaten bij, er waren Pruisische Duitsers bij. Echte en niet alleen geacteerd. Die de herinnering levend hebben gemaakt. Want wij weten van de geschiedenis van Doesburg heel erg veel, maar iedere keer blijkt weer ook heel veel niet. Dit boek legt een aantal elementen vast en ik raad het iedereen aan. Ik zal ook bevorderen dat de gemeente Doesburg er een aantal aanschaft, omdat je hiermee gewoon ook heel goed je relaties, de mensen die de stad bezoeken, kunt bedienen door ze iets mee te geven van de stad. Dat zal ik bevorderen, zeg ik, want een burgemeester koopt niet meer zelf de dingen. Dat doen wij in een keurig democratisch bestel samen met de anderen. Ik wil jou in ieder geval, Willem, heel hartelijk feliciteren met het boek, want ik vind het heel mooi en waardevol. En Anne, dank voor de foto. Dank u wel voor deze prachtige woorden. Wij hebben met veel plezier aan dit boek gewerkt. 2 jaar geleden zijn we in Doesburg komen wonen. En we zien dit als een intensieve inburgeringscursus. En ik hoop dat ons examenwerkstuk goedgekeurd is. Dat we geslaagd zijn voor de inburgering. Wij wonen met heel veel plezier in Doesburg. We zijn er eigenlijk vanaf het eerste moment al verliefd op geworden. In het boek komen ondernemers aan het woord. En andere vertegenwoordigers van bedrijven. Die wil ik heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. We hebben heel wat middagen met hen aan tafel gezeten. En ik wil ook bedanken de andere vrijwilligers die in het boek naar voren komen. Of het nu gaat om de voetbalclub of Martin Beijer of om bekende Doesburgers zoals Tineke Wijshuizen, Paul Bosveld. Allemaal bedankt voor de medewerking. En de rode draad in het boek is toch wel
de liefde voor het stadje, dat zegt eigenlijk iedereen. We gaan hier nooit meer weg. Dat is eigenlijk de conclusie van iedereen. En wat ook wel opvalt is de verbondenheid met het verleden. Je hoort de mensen zeggen van, wij zijn passanten in de geschiedenis. En dat geeft wel aan hoe belangrijk de historie voor Doesburg is. Wil jij nog iets aan toevoegen? Ja, zoals mijn man al zei, de liefde voor het stadje is heel belangrijk. En dat maakt het voor mij ook heel makkelijk om foto's te maken. Want ja, er is hier genoeg en ik ben nog steeds niet uitgekeken. Dus ja, zoals vele anderen hoop ik hier nog heel lang te mogen wonen. Mooi. Het klinkt allemaal zoals een burgemeester het wil horen. Hartelijk dank.